laat me altijd kennen, maar niemand die dat ziet. Misschien is het wat wennen, als je nu mijn darmen ziet. Ze hangen verdomde laag, die knopen in mijn maag. Want geen lief om mee te leven, waar ik jarenlang om vraag. Zij heten Fleurtje, ja, en ik ben Merel. En wij zijn zussen van elkaar. Houdt u van dit soort muziek? Zo? Zing eens mee, zing eens. Kunnen ze me uit de... Jan van der Meij, 28 jaar, en speel de rol van Ariel Moore in de musical Footloose. Ik ben William Spy, ik ben 25 jaar en ik speel de rol van Rem McCormick in de musical Footloose. Ik ben Ivan Pavlovic, ik ben 19 jaar en ik heb So You Think You're Dance gewonnen en daarmee ook een solo in de musical Footloose. Footloose is afgeleid van de filmhit uit de jaren 80. En het gaat over een Amerikaanse dorpje waar de dominee eigenlijk de baas is. En hij heeft in dat dorpje verboden om te dansen, om naar muziek te luisteren. Eigenlijk alles wat tieners leuk vinden. Ik ben de dochter van de dominee. En dan komt er een hele leuke jongen uit de grote stad Chicago. Die verhuist naar dat kleine boerendorpje. En die komt daar de boel even op stel te zetten, zeg maar. Oh, dansen, dat is wie ik ben. Dus het moed zit voor goed in mijn lijf en in mijn bloed. Ja, nou, vanaf natuurlijk van mijn opleiding, toen het daar kwam, heb ik hem gezien en ik was eigenlijk meteen verkocht. Ik vind het het is natuurlijk hetzelfde straatje als Dirty Dancing, Flashdance. Maar toch is dat vaak wat bekender. Maar mensen horen over Footloose toch een beetje van ja, ik ken het wel. En dan als je Kevin Bacon zegt, dan gaat er wel een belletje rinkelen. Ja, nou, dat is het moment dat Kevin Bacon zo in dat dorp komt dat hij doet eigenlijk niks fout, maar hij weet niet anders dan dat hij muziek draait of dat hij danst. En dat mag daar niet. Dus hij denkt van ja, hoe kan dat nou? En hij wordt zo door het dorp gekleineerd. En dan komt hij op een gegeven moment zijn auto in die loods en dan zet hij die muziek aan. En dan begint hij eerst te rammen op dat stuur. En wat ik zo mooi vind is dat je kunt dansen. Je kunt technisch dansen, mooie pirouetten draaien. Maar hij gaat echt... Komt vanuit echt tenen. Vanuit zijn tenen. Ja. Ja. Turnen, flikflaksen over de grond, de knieën. En dat vind ik... Dat straalt, dat vind ik Footloose eigenlijk. Dat is Footloose. En dat doe jij ook, hè? En dat mag ik ook doen. Ja. Ja, ik hou ook wel van stoere meiden. En in Ariel, in de film, die gaat op een gegeven moment staat ze gewoon tussen twee rijdende auto's. Met het ene been in het raamgat, geloof ik, en de andere been. En dan gaan ze gewoon keihard rijden. En zij staat er gewoon met haar in de wind. En dan komt er een vrachtwagen van de andere kant. En dat vond ik wel een heel gaaf moment in de film. Dat ik dacht, zo, dat is een wijf met ballen. Dat is ook in de musical. Van achter met die vrachtwagen. Daar hadden we geen ruimte voor en geen budget. Maar ik doe wel hele andere stoere dingen. Nou, normaal gezien had ik maar één solo, maar ik heb er dus blijkbaar meerdere. En ik heb ook een paar woordjes in de musical. Waar zijn de mannen? Dan helpen we je toch een handje. Wat ik wel heel leuk vind aan dit liefdesverhaaltje is dat het wel echt op het einde van de musical echt pas bij elkaar komt. Het is heel leuk om juist het constant het uit te stellen, zeg maar, wat mensen verwachten. Dat geeft ons veel meer om te spelen en maakt het veel interessanter. En daardoor ook de spanning blijft ook constant heel erg groot. En iedereen zit te denken, nou, wanneer gebeurt het dan nog een keer? En dat gebeurt ook wel, maar dat duurt even. Zou dit bijna liefde zijn? Het einde van zekerheid.
Nee, waarom mag dat niet? Nee, we hebben geen ruzie. Nee, we hebben geen ruzie? We hebben wel een hele leuke... We hebben wel een leuke chemie. Dit moet liefde zijn. Geen ruimte en geen tijd. Ontzettend verliefd ben ik. Nee, natuurlijk niet. Ik ben heerlijk vrijgezel en zij is lekker happy. Ze heeft een prachtig kindje. Ik heb een heel mooi gezinnetje. Ik heb net een babytje van 8 maanden. Dus, maar ja, je hebt natuurlijk wel gewoon... Als je zo... Dat krijg je als je op tour bent en je bent zo 6 dagen met elkaar aan de tour. Dan groeit er iets. Ik weet niet of het vriendschap het juiste woord is. Maar je bent zo intens bezig met elkaar. Dat is wel iets unieks of zo. Ja. Ja, maar ik denk wel dat we... Maar we hebben daarnaast die ene dag dat we vrij zijn in de week, hebben we ook ons eigen leven. Gelukkig nog. Maar ik heb een reiswieg mee en allemaal speelgoed en een kleed. En dan gaat mijn dochtertje Ronja, 2 keer in de week gaat ze mee op tour. Zodat ik er niet zoveel hoef te missen. Op de knietjes kan ze zo. Yeah, vanavond gaan we footloose. Nee, dat doet ze niet. Maar dat zou ik heel erg leuk vinden als ze dat zou doen. Dubbele pirouette draait ze al wel. Mag ik vragen hoe het gaat voor afkomst? Zeg ik heel eerlijk. Ik ben gewoon Nederlander. En hij, Henk, hij is echt grappig. Welke film is dit? Forrest Gump hoor ik vaker. Gisteren riep iemand lingo. Ik denk in mijn laatste verkeerd als imker. Top idee. En toen liep ik in de Bijenkorf. En toen zei ik tegen die verkoper, waar zit hij?